Ja, Willem, daar wie ik bij. Hast me gemist? Ja, zeker. Dat is een leuke vakantie aan. Ja, heerlijk. Lekker zinnen. En nu weer in het waar van Nederland. En Harkmanse boys. Joert, puntje, tevreden? Ja, nee, de eerste helft net helemaal. Komt hij hier nog voor. Hier met controle beladig. Het waren helder wat rommelig van de uurskant. Konden we eruit net aankomen. Druk konden we er net meer op krijgen. En uiteindelijk dan had één keer de organisatie zit net goed buurs. Dat de linkerzone fort is en daar komt opeens dan een afstandsgat bij tussen drogen. Dat is jammer dat ze dan één keer net goed is en dat is dan de 1-1. Ik denk het spelbeeld door de hele wedstrijd gezien wordt terug thuis. Ja, want in de eerste helft begon je hem heel sterk. DWS, ik heel sterk. Tactisch beide echt heel goed. In de tweede helft verloren dat een beetje. Ja, maar op tactiek gebied net. Ziet die net volle was het. We winnen wat slottiger aan de bal en daar toch was in de eerste helft goed. Die is dat trof voor bij de bleur, dat we ze vrije man vrij. Kost gewoon prat energie en wellicht dat uiteindelijk de tweede helft daar wat minder worden. Ja, ondanks dat hun er wat iets meer druk op kregen, creëren ze eigenlijk ook net heel veel. Dus dat had net een wedstrijd west, maar heel veel kansen van beide ploegen. En toch wel een goal zin. Het is hem nog net lukt om de nul te horen. Nee, de volgende wedstrijd dat we de nul wil horen, die komt steeds dichterbij. Hoe heb je hemzelf voorbereid op DWS? Want de nummer 3 is in de nummer 4 een sterk potje. Ja, we zien met name ook naar jezelf. Dus we net altijd in het tegenstander. Wat we met oorplong die in dit 4-3-2 spelen, daar ben we echt heel bot mee bezig geweest. We hadden ook gewoon met jezelf bezig geweest om het spel gewoon steeds weer te verbeteren. En door we steeds beter. We maken steeds betere keuzes van wanneer je nu zijn middenvelders aan de zie kan komen, wanneer bloes in de as, wanneer je nu boetspelers loopacties meiden. En die afstemming werd steeds beter en het werd wat volwassener. En dat mag we eigenlijk trots zetten. Dus de ene week ben we wel een keer met een ander bezig. Dat hebben we nou eigenlijk net niet. Gewoon voor jezelf bezig, focussen wijzen, fit wijzen. En dat je gewoon conditioneel wel goed onder staat staan. Ik had DWS wel als een van de titelkandidaten. Dan is het wel lekker dat die hier om meer te kiezen met het gelijkspel. Ja, titelkandidaat weet ik niet. Ik denk wel dat ze met hun ervaring en kwaliteit wel lang meedwang winnen. Ik denk dat ze krijg wat te kwaad komen. Volgende weekend in Dovo, de nummer 1. Hoe ga je dat omvliegen? Ja, gewoon op dezelfde manier. We trainen van de weekend natuurlijk weer 3 keer. We beginnen weer beelden zien. Dus we hebben beelden van Dovo van 2 wedstrijden. Daarmee kunnen we toch wel zien wat hun speelwijze is. Nou, dan geven we gewoon ook weer zien van hoe kennen we jongens daar. Wat kennen onze opstellingen daarbij zijn? Dat doen we vaak wel. En dus als zij van ja, ze krijgt, zei ik van het is dat we met name zelf bezig zijn, maar qua opstelling zien we natuurlijk altijd wel de kwaliteit in het tegenstander wat we dan denken het best in opstelling kennen. Het is een mooie wedstrijd om buurt te meten, dat is met name. Het is gewoon interessant dat de legere ploegen op Rangelis nou trekken verwonnen hast. Nou krijg je dan Riga mij echt de betere ploeg van de competitie. En ja, kennen we onze volwassenheid, kennen we ons meten met deze ploegen en kennen we met name omzetten in winst. Dat maakt het gewoon super interessant de komende weken. Want er komt gewoon een heel mooi richtje aan en de jongens worden iets meer als vleend hier. Nou ja, dus ben ik wel heel nieuwsgierig van ja, hoe pakken we dat dan de komende weken op. Duidelijk, dankjewel. Raad in.